Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe Bullet Journal video. En vandaag ga ik starten met februari. Ik denk, ik ben er op tijd bij. Ik ga alvast beginnen. Ik ga een pagina voor februari maken. Ik kwam deze afbeelding tegen op Pinterest. En je kunt deze afbeelding van mij ook weer terugvinden op Pinterest. Als je gewoon even zoekt op Vraag het Suus, dan vind je hem als het goed is. Mocht dat nou niet lukken, laat het dan even weten. Dan plaats ik hieronder een linkje en dan in een van de allereerste reacties. En dan kun je me daar vinden. Maar ik ga dus lekker aan de slag in mijn gewone bullet journal. Dus ik wens je heel veel kijkplezier. En ik zou zeggen, knutsel lekker mee. En stuur jouw resultaat naar me op. Dat vind ik echt ontzettend leuk. Dus we gaan gauw beginnen. Ja, en van de vrolijke sneeuwman met Let It Snow ernaast gaan we dus naar februari. Ik had natuurlijk al voor de maand januari allemaal dagen gemaakt, weken eigenlijk, waarin ik elke dag een klein stukje schrijf. En nu gaan we naar februari. Ik heb deze afbeelding gevonden op Pinterest. Er wordt me heel vaak gevraagd, waar zoek je dan op? Nou, meestal zoek ik op trefwoorden. Zoek ik heel simpel op februari bullet journal of start bullet journal. Dat soort zaken moet je aan denken. En met die trefwoorden kom ik vaak al een heel eind. En vind ik vaak hele leuke afbeeldingen. En die sla ik dan op Pinterest op in Bullet Journal Inspiratie of in Bullet Journal. Ligt maar net aan welke een beetje als eerste opplopt. Nou, dit is een nieuw lettertype voor mij. Tenminste in de zin van het krullige. Krullige is nieuw voor mij. Normaal gesproken ben ik van de strakke letters en deze heeft heel veel krullen. En dat is op zich vind ik dat wel heel erg leuk. Nou, ik begin dus eerst met potlood om alle letters te schrijven. En zoals je kunt zien doe ik dat bewust heel rustig, zodat ik ook even echt de tijd neem om de letters mooi te maken. Ze hebben allemaal een dikkere rand, die ga ik straks inkleuren. En ze hebben dus een heel fijn dun lijntje. Februari is natuurlijk de maand van de liefde over het algemeen, met roze en paars. Dus vandaar ook dat ik straks voor een paarse kleur ga kiezen om de binnenkant in te kleuren. 14 februari, nou ja, zelf heb ik niet zo heel erg veel met Valentijn. Er zijn wel mensen die er echt heel veel mee hebben, maar ik dus niet. En dat komt misschien ook wel omdat ik geen partner heb. En dat ook niet verwacht op Valentijn dat er iets gebeurt. Dus andere mensen hebben er juist weer heel veel mee. Maar februari dus. Het is ook de maand waarin de meeste elfstedentochten zijn gereden. Ik weet niet of je dat wist, maar dat is ook zoiets. Nou, die zullen we dit jaar wel niet krijgen, gezien alle toestanden die er nu aan de gang zijn. Nou, de A. En je ziet, hè, ik ben al durende een beetje aan het kijken van wat vind ik mooi in een letter en wat niet. En je zult zien dat ik straks nog ook dingen toevoeg, omdat ik het wat meer allemaal in dezelfde stijl wil hebben. En ik vind anders vrij eenvoudig geworden en ja, ook leuk worden daar niet van, maar ik wil het wel een beetje mijn eigen draai er ook aan geven. Ik zag hem in heel veel afbeeldingen voorbij komen, deze met heel veel verschillende maanden, maar met heel veel verschillende blaadjes ook aan de boom. Nou, je gaat het straks wel zien. Dus ik ga nu de boom tekenen, want daarboven komt een boom en ik teken alleen de takken. Want straks ga je de boom vullen met, in mijn geval dus, een symbool. En je kunt het dus met allerlei symbolen vullen. Je zou het denk ik ook heel leuk kunnen doen met allemaal dotjes. Misschien ook wel leuk voor in het Blackout Journal. Daar moet ik natuurlijk ook nog februari starten. Oh, misschien dat ik dat nog wel even ga doen. Ik breng mezelf op ideeën vandaag. Dat is ook alweer leuk. Nou, inmiddels ben ik dus heel druk bezig om die boom te tekenen. Dat doe ik gewoon een beetje op gevoel van, nou, hier vind ik dat een tak moet en zo moet die tak lopen. Ik probeer wel een beetje te kijken van, ja, zo loopt een tak natuurlijk. Een tak loopt niet heel houterig. Ja, het is hout, maar het loopt niet heel strak, zeg maar. Een tak is over het algemeen toch wel wat speelser. En dat kun je straks als je je stift gebruikt ook heel goed doen. Nou ja, de basis is nu eigenlijk wel klaar. En zometeen gaan we dus, ik teken alvast even trouwens de uitlijning van de boom. Dat ik een klein beetje weet waar ik binnen welke lijn ik straks
de symbooltjes moet tekenen. Nou, dan gaan we aan de gang om alles hard, zeg maar, met een stift over te trekken en straks in te kleuren. Ik begin met de Staedtler 0.5 om de letters februari te schrijven en de outlining daarvan te doen. Je moet wel even heel goed opletten welke streepjes wel en niet doorlopen. Zoals bij die F, als je die eerste streep door laat lopen, dan klopt die niet meer. Dus dan moet je wel heel goed omdenken. Kijk, en hier begin ik al even van, nou, ik wil eigenlijk wat meer krullen erin. Dus ik ga wat meer krullen erin maken. Dat doe ik ook met de E. Een krul maken, die zie je zo meteen komen hoor. En achteraf dacht ik dat had ik de E misschien meer als een andere letter moeten tekenen. Maar omdat alle letters rond waren, had ik zoiets van ja, misschien moet ik toch die E ook rond maken. Dus ik heb het maar zo opgelost. De B. En ook hier zit weer een krul in. Dus alle letters hebben gewoon een krul. Nou, simpeler kan het eigenlijk niet. En vaak moet ik zeggen, hè, dit soort hele simpele pagina's, net als die sneeuwman, ik vind ze fantastisch. Ik hou daar gewoon van. Ik hou van het simpel, dat iedereen het gewoon kan maken. En ja, als jij iets hebt nagemaakt, of je maakt zelf een bullet journal pagina, je kunt op Pinterest een foto sturen, op Instagram een foto sturen, of op Facebook via de chat. Ik vind het alleen maar heel erg leuk om te zien wat jullie maken. Ik krijg ook heel vaak de vraag van welke bullet journal groepen ben jij lid op Facebook? Nou, ik ben eigenlijk maar lid van één. En dat is Bullet Journal Junkies. En daar lees ik eigenlijk vooral. Ik post er zelf niet zo heel veel. Al ga ik deze van februari vandaag wel posten. Die zien jullie dus daar ook tevoorschijn komen. En daar doe ik ideetjes op. Daar doe ik... kijk ik naar hoe anderen hun pagina's maken. Maar ik merk dat ik toch een vrij eigen stijl heb inmiddels. Dat ik het heel leuk vind om te tekenen. Dat ik het ook heel leuk vind om mijn pagina's helemaal vol te plakken. Maar dat ik het ook heel leuk vind om gewoon die dagboekpagina's te maken. Weet je van alles en nog wat. Nou, dan komt nu de boom. En die kleur ik met de zwarte aquamarker. Denk erom, deze drukken door. En dat weet ik. En dat zie je ook een heel klein beetje bij de sneeuwman. Maar dat is niet zo'n ramp. Dat is echt gewoon minimaal. Je moet gewoon echt goed omdenken dat je, als je deze stiften gebruikt. Ja, het zou ook bijvoorbeeld met andere stiften kunnen. Maar de Bullet Journal van Createchic drukt best wel door helaas. Zeker met aquamarkers wil dat nog wel. Maar met zwart dus de outlining van de boom. Dat had ook met bruin gekund bijvoorbeeld. Nou, even met de andere kant. Die stiften hebben twee kanten. Hè. Die hebben een fine line kant en een soort brushkant. En nu doe ik het even met de brushkant. Gaat net even wat sneller. Tekent ook even wat lekkerder. En dan kun je het vrij makkelijk vullen. En dan heb je wel mooi een hele mooie outline. En als je gewoon heel rustig tekent, heel rustig het inkleurt, even de tijd ervoor nemen, niet te snel willen, dan komt dat helemaal goed. Ja, je ziet mijn hoofd af en toe in beeld. Dan komt dat ik dan even iets dichterbij wil. Nou, dan weer met het dunne puntje verder. Takjes tekenen. Ook dit weer gewoon op je gevoel doen, wat jij mooi vindt aan takjes. Volg daarin gewoon ja, je eigen ideeën. Nog een tak. Uiteindelijk komen er aan de ene kant 3 takken, aan de andere kant 2. Ja, wordt het dus echt wel een beetje. Je kunt nu al een beetje zien hè, dat het echt een boom wordt. Nou, de laatste tak. Nou, die loopt wat meer omhoog. Begint ook even wat dikker. En dan zo ontstaat er langzaam zeker een boom.
En dan zometeen opvullen. Voor het kiezen van de kleur heb ik een beroep gedaan op een kijker, Petra, lieve vriendin geworden inmiddels, en Valerie. Ik twijfelde zelf heel erg tussen twee kleuren die ik alle twee heel mooi vond. Ik neig altijd heel snel naar paars, maar ik denk ik ga hun even vragen wat moet ik doen, zonder dat ze wisten wat ik ging maken. En zij kozen alle twee voor paars, dus die ga ik straks gebruiken. En dat vind ik wel heel leuk, dat het dan toch wel weer, dat zij alle twee toevallig dezelfde kiezen. Anders had ik een dilemma gehad natuurlijk. Nou, de laatste tak, bijna klaar. En dan kunnen we beginnen met het inkleuren van de letters. Eens even gummen trouwens. Dat is wel een tip. Als je met aquamarkers gaat werken, gum eerst al je potlood weg. Als je namelijk je potlood niet weggumt en je wilt dat alsnog doen, dan ga je je hele papier stuk. Dus doe dat maar even niet. Ik heb trouwens ook nog even een streepje bij de F gezet om er wat meer een F te maken. Het is kleurtje 88. Een van mijn favoriete kleurtjes uit de serie. Hij wil echt niet scherp stellen, maar geloof mij. Oh, kijk, daar is die. 88. Purple Gray. Zou het fijn zijn? Ja, daar ben ik ook weer. Nou, we gaan inkleuren. Gewoon heel rustig de tijd nemen. Kleur het rustig in. Niet 5-6 keer over één dingetje trouwens. Dat is ook niet goed voor je papier. Maar gewoon heel rustig. Neem de tijd. Dan komt het vanzelf helemaal goed. En dan heb je zo een hele mooie tekening. We gaan even rustig verder. En je kunt zien, je bent nu ongeveer 10 minuutjes, 12 minuutjes bezig. En je hebt eigenlijk al een hele simpele mooie pagina. En ja, soms hoeft het ook dus niet heel ingewikkeld. Ik ben trouwens wel, ik zit nu echt te denken van, oh, ik ga straks aan de slag. Want het is op het moment dat ik dit inspreek zaterdagmorgen. Ik ga straks in mijn blackout journal kijken of ik met dotjes verf zo'n boom kan maken. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Ik denk dat dat met een goede verf wel heel erg tof kan worden. Als je bijvoorbeeld met geel doet of zo. Nou, eens even, even kijken straks. Leuke uitdaging. Ik ga het wel filmen uiteraard. Komt alweer tevoorschijn. Nou, dan hebben we het hartje. En dat is tot nu toe februari. En nu gaan we verder. Rondom de boom ga je hartjes tekenen in plaats van blaadjes. En die vul je in. En ik teken ze gelijk met de brushkant. Dan worden het mooie hartjes. Ik heb nog eventjes geprobeerd om het niet met die brushkant te doen. Maar toen werden ze toch te hard aan de randen. En dat vond ik minder mooi. Dus ik ben, dat zie je hier, vrij snel weer overgestapt op het gewoon maken. Maar ga maar eens even kijken hoe deze ontstaat. Dan ga ik even lekker een muziekje aanzetten. Ja, nog even één ding. Die outlining van die boom, die is natuurlijk wel belangrijk, hè? Dat je een beetje de vorm van je boom aanhoudt. Dus daarom dat ik dat potloodlijntje wel heb laten staan. Maar wel heel dun, zodat als ik er overheen ga, dat het niet erg is, dat je het niet ziet. Nou, komt nu het muziekje.
dan na heel veel hartjes, dan is hij gewoon af. En ik vind hem echt onwijs mooi geworden. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Dan ga ik de video afsluiten. Nou, wat is hij tof geworden. Ik vind hem zo leuk. En het was zo makkelijk. Ja, ik kwam het tegen. Ik heb wel de letters wat aangepast. Want ik vond niet alle letters even mooi bij elkaar passen. Maar ik vind hem echt super tof geworden. Voor de kleuren heb ik even hulp gevraagd van twee hulplijnen. En die zijn alle twee paars. Dus vandaar dat het paars is geworden voor februari. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Abonneren kan hier beneden. En dan zie ik je graag terug volgende week in de Bullet Journal video op zaterdag. En anders de rest van de week bij de nieuwe vlogs. Dus tot dan. Hele fijne dag.